Beste collega's en betrokkenen bij CIMAC. Graag wil ik jullie in deze video iets meer vertellen over het afgelopen jaar 2021, waarvan we de jaarcijfers inmiddels hebben gepubliceerd. Ook wil ik heel kort vooruitblikken op 2022 en verder, want we zitten in een turbulente tijd. Allereerst over 2021. Dat was een speciaal jaar. CIMAC heeft haar 50-jarig bestaan gevierd en dat was op 1 oktober 2021, waarbij we weer met z'n allen bij elkaar konden komen. De rest van het jaar was dat lastig vanwege de coronacrisis, maar we hebben toch contact met iedereen kunnen houden door voortdurend even iets van ons te laten horen via presentjes of via berichten. En ook naar onze klanten toe konden we het 50-jarig bestaan mooi als thema gebruiken om contact te houden. En ik geloof dat iedereen dat ook erg heeft gewaardeerd. Dan de cijfers. De omzet is gestegen met 15% naar 290 miljoen. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Een mooie stijging, zowel te danken aan autonome groei als ook aan de overnames van Vidata en Aquastora. Het bedrijfsresultaat voor goodwillafschrijving bleef stabiel op 10,5 miljoen. En dat is ook mooi in verhouding tot de omzet, daar zijn we zeer tevreden over. De netto-winst was 3,7 miljoen en die ligt een stuk lager dan het bedrijfsresultaat. En dat is het gevolg van het feit dat we heel erg snel op de goodwill van overnames afschrijven en ook dat we investeringen doen in allerlei nieuwe technieken die ons in de toekomst weer verder gaan helpen. Hoe kijken we nu naar 2022? Allereerst zorgelijk, want het zijn turbulente tijden. Sinds lange tijd hebben we weer oorlog in Europa en ook de gevolgen van dingen als cybersecurity die baren ons veel zorgen. Op veel plaatsen heeft cybersecurity veel bedrijven al problemen opgeleverd en we proberen bij CIMAC er alles aan te doen om het bij ons weg te houden. De oorlog in Oekraïne is natuurlijk allereerst een groot menselijk leed, maar daar gaan we ook allemaal wel een beetje last van krijgen. Last in de economische groei, maar ook de verplichting die we hebben om die mensen daar te helpen. En we zullen daar veel aan doen. CIMAC staat bekend om zijn maatschappelijke betrokkenheid en ook die kunnen we weer tonen. Aan de andere kant heb ik er vertrouwen in dat 2022 ook weer een jaar zal zijn waarin onze financiële resultaten positief zullen zijn en we waarschijnlijk weer een stukje gaan groeien in omzet. Dat ligt aan onze continue inspanningen die we hebben voor onze klanten in innovatie, in nieuwe dingen die we doen. En op deze manier blijven wij in ieder geval als CIMAC sterk deze periode doorkomen. Ik houd het wat korter dit keer. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de goede inspanningen die jullie hebben geleverd in 2021. En het mooie resultaat wat we daardoor hebben bereikt als CIMAC in dit jubileumjaar. Ik hoop ook dat in 2022 snel deze oorlogssituatie is beëindigd. En dat we met elkaar in vrede werken aan waar het om gaat. Een goede bijdrage leveren aan de maatschappij en een positief resultaat boeken met z'n allen. Dank jullie wel.